Priem. 15 meter van die kant in af, net bijna in het kwartgebied. Van die westelijke provincie, lang aangeen naar Zillen Roos. Naar Johan Jeres, wel gedaan Johan Jeres. Hier komt punt J.J. van der Walt. Zijn debuutwedstrijd van Noord-Transvaal, hij draagt zijn eerste drie. For it. Northern's driving forward, and that's good second phase. Missing out a man to Spangenberg. Ian Westhuizen, not a good pass from Spangenberg. And if we wait and see what develops. Bronkhorst. Oh, he'll get the second phase. Once again, Northern Transvaal. Kiernis, now he's got an overlap if he can get it out. Westhuizen in the line. Out to Grobler. He's got JJ van der Walt clear. JJ van der Walt, the cover defense might get him, and a desperate tackle. But the try is there. JJ van der Walt, a desperation tackle there, attempt by André Stuip. But the try was on, and that shows that what good second phase position, getting it quickly out of the ruck. Boutavourie wordt geplaatst door Gaatright. Johan Lambrecht wordt van kop insteek. Burger Geldenhuis, ook daar om te helpen. En het is Robert de Preever het heeft. Hij probeert door die gaap om kom. Van hier getrek wordt. Naast Bota naar die oorkant toe. Philip Brandtebord. En hier is een kans voor die wendpunten. Dat is JJ van der Walt. Kan hij dat weer? Kom jij het om? Dat is een schitterende drie, Christo. Goeie werk daar door Burger Geldenhuis en Robert de Preever. Wat op het stadium gedink dat die scheidsrechter voor hem is. Boutavourie is ook daarbij. Robert de Preeuw, hij komt stilkant toe. Er is Spannenberg. En die handen van Penrose. Wat een wee jakkels draai gooi. Hij is op zijn eieren. Daar is onderschept voor hem. JJ van der Walt gaat hoek wachten. Hier komt een makkelijke drie. Kirkham kan hem dood duik, maar hij gaat omhaak op ballen toe. En JJ van der Walt klikt een schitterende drie aan. Referee insisting on that law that says the scrum mustn't go down until the ball is available. Picked up by Strauss. And Dupree intercept there by JJ van der Walt. He could run the length of the field. He's being chased by Christian Stewart. He's going to get there. JJ van der Walt will score for Northern Transvaal. And that was a bad mistake by Western Province. A defensive error, but good opportunist work by JJ van der Walt. Young former South African schools player. Problem with the stopwatch, still 9 minutes to go. And back it comes to Sompie Faree, out to Chris Maria. Dummy scissors, and out to JJ van der Walt. JJ has Lawrence Prince with him, and a lovely dummy, and JJ to fall over to score. A beautiful try by JJ van der Walt. And that really showed his class. A little jink, a little dummy, and the turn of speed. And there he was over near the corner. That Wilfred, as long as you're getting enough possession. Well, they seem to be getting a little bit now. They certainly are getting more possession than they did in the first half. Not beautifully taken by Vickers van Heerden, but a boot touches it. Van Sale, Van Jaarsveld. He's scragged by three, beautifully taken by Peter Nell. He has a chance if he can get it to JJ van der Walt. JJ van der Walt will run to run into the open spaces. He does so very well. Beautifully worked out by JJ van der Walt in for his try. And here buiten the gezichtsgebied van die camera. Is die achterlijn van Noord-Transvaal. Wat dat ding wil doen is om krijgen. Maar verkies kleinkantje. Dikkie hoog gevat daar het gelijk. Maar ons kijk. Hier kom hij. En dat is Johan Jeres wat hem in die handen heeft. En dat is Spannenberg wat hem heeft. En Spannenberg die komt hier. Gaat die voordeel hier behaald worden. En dat is Nel wat hem in die handen heeft. Kom hij weer uit. Prachtig. Het boot is hanteer. En dan JJ van der Walt. En hij heeft hem. JJ van der Walt van de Universiteit Pretoria. Mooie goede afskop geweest. Kijk hoe vinnig kan hier die bal door Noord-Transvaal in die handen gekregen worden. Robert de Preeuw. Dat loopt naar Spannenberg. Daar aan die oorkant toe naar Dion Oosthuizen. Dat is een baie vinnige man hier. Maar hij steen aan die kantlijn. Maar hij toch hem in die uitgekregen naar die Johan Lamprecht hier aan zijn binnenkant. Hulle foto tot binnenkant die kwartgebied van Zuidwest-Afrika. En hier kom hij weer baie netjes uit.
En dat is Johan Heenis. Wat gevat wordt, maar dadelijk die bal weer achter toe stuur. En die voorspelers die gaan moet om. En hier komt even JJ van der Walt, zijn tweede drie. JJ van der Walt, zijn tweede drie. En die tweede drie van die wedstrijd. Linkervleel, bij haastig. Even Noord-Transvaal van Adrie Geldenhuis af. Robert de Pree. Gevaarlijke hoe in. Danny Watson dat onderhand blij. Die terugspeel naar Aitken toe, toe hy vastgevat word, de grond toe gebring word, maar Noord-Transvaal wat drijft is die kwartlijn van Natal. Robert de Pree het, sluit die steelkant en dan wordt die bal bijna onderskip daar door Craig Jameson. Voordeel wordt toegelaat, Johan Heenis, as man oor in die achterlijn, Paul Boothuis wat het, skets op sy voete. Natalse verdediging, wat hou, nou besluit die mannen weer diskant toe, Olie Smit, Johan Heenis. Nou is het JJ van der Walt dat hom moet druk, hy gaan oor, nee druk om. Brut Waan zijn eerste wedstrijd voor Transvaal. Kubus Wiese, Labies van Beskagni en daar die lijn staan, maar dat is ingegooid door Olie Smit. Mooi bemeester door Noord-Transvaal, Jan Lambrecht ook achter. Tjart Marais, wat gaat hier keer gebeuren? Schipinel wat hem krijgt. Twee mannen daar om, om te zien. Nu komen we naar die deskant toe. Olie Smit was weer daar geweest. En hier is het JJ van der Walt dat oordijk. Prachtige achterlijnbeweging hier naar die steelkant toe. Robert de Pree wat baie vinnig skoor gemaakt het en JJ van der Walt wat die doellijn sien wink, druk sy 3. Excellent try and a long time in coming at Noord-Transvaal wat van weer kry pote voor hier. Beskikbaar Michael Kirsten wat van hem prachtig kry. Deur die handen van Dani Gerber. Clark Ellis wat een groot publiek het as hier. Noord-Transvaal wat baie vinnig opvolg. Hulle probeer vir hom in die handen kry. Waar gaan hy uitkom? En as het Michael Kirsten wat van hom kry, dat loop na Dani Gerber. Dat is Rian Gous. En gaan hy by sy man voorbij kom. Rian Gous hardloop nog steeds. En dan gee hy vir Jan Strauss aan die oorkant. Het hy die nodige ondersteuning. Robert de Pree aan die mannen is daar. WP wat weer die bal wil hê. En dan wordt die bal opgetild daar door Noord-Transvaal. Hier kom het drie. Hier kom het drie. JJ van der Walt wat dwars deur gaan hardloop. Daar hy druk om. Vandaag gewen het teen Natalse onder 20's. Die telling was 20-9 vir Noord-Transvaal. Johan Lambrecht wat hem uiteindelijk terugkry. Olie Smit, stillerige wedstrijd. Steeds is de Noord-Transvaal weer voorin te beweeg. Atherton wat optel. Maar Poetevoerie is daar bij om. Kom uit. Dit is de Pree. Hij geeft daar zijn voor Pieter Nel. JJ van der Walt en hij het om. En nu is het zekerlijk Neusje voorbij voor Natal. Well, they're not going to lose a lot of players to the Springbok side, apparently, so they're always a force. Betty Campan, this is better. A little bit of room from Campan. That's a high tackle by Clarsons. Recovered, though, got away with it. JJ van der Walt is away. Can he get there? Has he got the legs? Nice handoff. He's going to score. And his hand is raised. That is a spectacular try from JJ van der Walt. Well, the crowd have loved that one. And is there a man in rugby who enjoys scoring or demonstrates his enjoyment more than that man, JJ van der Walt? Kom eens kijken of ons nou een mooie aanval kan zien van die Noord-Transvaalse 15-tal. Gerber. He's been robbed by Cotita. That's good play by the small Italian. Gardner, overlap here for the world side. Gives an intercept. Oh, the crowd goes mad. They love seeing this man score. JJ van der Walt has poached a try out of nothing. And Loftus erupts